een van de vragen gaat over, heel ander onderwerp, de burgerwacht. Die is in opkomst. Hoe ver mag je gaan om zelf boeven in te rekenen? Stel, hier wordt ingebroken op de Frans Halstraat. Mag je dan zelf achter de boeven aangaan? Nou, liever niet. En ze met tie-wraps in ieder geval hun handen dat vastbinden. Dat wordt sterk ontraden. Die boeven vaak gewelddadig kunnen zijn. En dat kan grote risico's met zich meebrengen. Ik zou zeggen, als je een boef ziet rondslijpen, bel de politie. Die is daarvoor. Ik ben daar wat dat betreft. Je hebt ook wel van die buurt, daar staat zo'n bordje. Hè? Hier is een burgerwacht. Ja. Volgens mij, ik weet niet, het lijkt mij in principe niet juist. In Ter Apel? Daar hebben we nou die politie voor. Ja, maar dat duurt heel lang voordat die er zijn. Nou, het probleem is natuurlijk dat ze in Ter Apel, dat is een betrekkelijk klein dorp als ik het wel begrepen heb, daar was heel weinig politie, eigenlijk veel te weinig om die vervelende veilige landers, om die een halt toe te roepen. Ja, want dat is het probleem. Ja, we hebben die getallen al bekeken natuurlijk. Ja, en die gaan als dus blijken dus de werkelijke overlastverzorgers, dat blijkt ongeveer 2% van het totaal aantal immigranten in Nederland. Nou ja, we hebben al die hele lijst van immigrantengetallen al doorgenomen. Ja, ja. Eventjes kijken. Maarten, een vraag. Strategisch bombarderen. Door de Duitsers werd wel degelijk ingezet in 1940 met het bombardement op Rotterdam. Dit leidde volgens mij tot de capitulatie. Hoe zie jij dit? Ja, dat heeft in Nederland wel geleid tot de capitulatie, zonder meer. Nou begreep ik, maar ik weet niet precies hoe dat in elkaar zit, feitelijk, dat eigenlijk al de Duitsers wel, dat de capitulatie er wel aan zat te komen, dat de Duitsers wel geloofden dat we dat zouden doen, maar dat eigenlijk dat bombardement op Rotterdam afgeblazen had moeten worden, maar niet op tijd is afgeblazen. Ik weet niet precies hoe dat zit. Hi Maarten, E4 uit Rotterdam. De Black Cloud is nog prima te krijgen. Ik heb hem een tijdje geleden op jouw aanraden gekocht en het is een geweldig boek. Je ziet het einde niet aankomen totdat je het ziet. Dan begrijp je dat het op geen enkele andere manier zou kunnen eindigen. Ga zo door met de podcast. Wordt dus gezegd door deze luisteraar. Hallo Maarten, even over de koekoek. Ik ken het woord wel, maar niet als zodanig. In mijn beleving zijn het de kleine houten puntige dakluiken op de oude stalen vrachtschepen, waar ze vooral functioneel zijn als licht- en ventilatiebronnen in de verblijven. Leuk om te horen dat u het woord dan weer gebruikt voor een dakkapel. Ik denk dat het vooral een ouderwetse term is, zegt Bas Dekker. Ja, dat vermoeden heb ik ook eerlijk gezegd, dat het nogal een ouderwetse term is. En ik heb natuurlijk opgezocht toen daar verwarring over ontstond. Allerlei mensen niet bleken te weten waar ik het over had als ik het over de koekoek had. De koekoek is in principe klein. Kijk, hier bij deze huis heb je dus een vrij grote dakkapel, waar ook een forse kamer achter zit. En dat de koekoek is veel meer een betrekkelijk klein dingetje, wat je veel Duitse gebouwen ziet, van die kleine, hele kleine dakkapelletjes. Waarschijnlijk ook gericht op ventilatie of een beetje licht op zolder. Ja, en je hebt nu een lekkage, hè? Dus je hebt toch? Ja, ik heb mijn dakkapel, die lekt aan de rechterkant, ja. Althans vanaf hier gezien. Linkerkant als je boven bent. En zet je dan zelf een emmertje onder? Of, ja, ik heb er twee emmertjes onder gezet, ja. En er komt wel iemand naar kijken? Ja, zeker. Maar ik begreep dat er was bouwvak, waardoor er geen te weinig loodgieters waren. Okay. Dus maar nu komt er de schilders komen en die zullen zorgen voor een loodgieter. Kijk. Hallo Maarten, na aanleiding van de biografie van Kershaw over Hitler is er wel degelijk een gecombineerde variant uitgekomen die deel 1 en 2 samenvat. Alsnog wel een dik boek. Overigens is het een boek van Hafner. Of het boek van Hafner schrijft, is niet erg toegankelijk geschreven. Van Hafner? Ja. Nou, iets toegankelijk is het wel Hafner. Dat schrijft Charmaine. Oh. Geen, ja, ik weet niet. Het is keurig vertaald in het Nederlands, dus ja, ik kan me niet voorstellen dat het ontoegankelijk zou zijn. Ja. Even kijken. Hallo, ik heb een nevelachtig complex van vragen. In de aflevering over de Franse Revolutie ging het over een verschuiving van goddelijk naar wereldlijk mandaat om te regeren en de verplaatsing van soevereiniteit van de koning naar het volk. Daarin leek redelijkerwijs democratie als noodzakelijk eindresultaat van een soeverein volk geplaatst te worden. Ondertussen is er ook democratische waanzin aan de kant van bijvoorbeeld de BBB, Baudet, etc., waarin je
in een van de afleveringen over Omtzigt het messiasverlangen van het electoraat omschrijft. Dit lijkt te schuren. Hoe kan een volk dat voor zichzelf en voor elkaar kiest voor waanzin en vinden van niet het logische juiste eindpunt van eigen soevereiniteit zijn? Ja, omdat we al vaker geconstateerd hebben dat natuurlijk lang niet allen die hun stem uitbrengen in een democratie neigen tot de waanzin, om het maar even heel algemeen te stellen. Maar heel veel mensen zijn toch, daarvan is het stemgedrag niet gebaseerd op redelijke en zoveel mogelijk op informatie gestoelde overwegingen. Maar ja, op vage sentimenten, op boosheid, teleurstelling, het kan van alles en nog wat wezen. En dat leidt dan weer, of mensen die paranoïde ideeën hebben over de wereld dat er een grote samenzwering bestaat. Wat dan weer bevorderd wordt door allerlei verschijnselen in de populaire media. Denk aan de Matrix, dat soort van zaken. Dus ja, het een sluit het ander helemaal niet uit. Het is niet zo. Zeker was aanvankelijk het idee dat alle kiezers in principe redelijke en verstandige kiezers zouden zijn. Maar nu, natuurlijk sinds dat we dat idee hebben, dat de mensen zelf kunnen stemmen over hoe het verder moet. En dat is in allerlei opzichten natuurlijk voor het eerst gestart in die Franse revolutie. Hebben we gemerkt natuurlijk dat heel veel kiezers helemaal niet rationeel zijn, maar volstrekt irrationeel zijn. En in feite weer, nou ja, dat verlost willen worden. Zoals, dat laten we zeggen, dat er vaak een hele sterke religieuze component in zit. Zo goed als er een religieuze component zit in de vereering van bekende sportlieden, de vereering van denk aan, hoe heet het, van die popmuziek bijeenkomsten waar iedereen met zo'n aanstekertje in de lucht staat. Dat zijn semi-religieuze evenementen, dat is duidelijk. Dus nee, ja, was het zo dat elke kiezer een rationele schets maakte van hoe het zit, dat zou hartstikke mooi zijn, maar dat is dus niet het geval. We hebben het net nog besproken, dat heel veel kiezers natuurlijk gestuurd worden door sterke emoties en niet door het feit dat ze goed geïnformeerd zijn. Maarten, de historicus vind ik vaak het interessantst. Dus ook een historisch perspectief op volkeren en staten die vanuit een soeverein volk dan wel de angel uit de hang naar de waanzin hebben weten te trekken binnen de democratie of gekozen hebben voor een niet-democratische aanpak en hoe de soevereiniteit van het volk gewaarborgd blijft, zou hierbij welkom en hopelijk verhelderend zijn. En ook een mogelijk uitstapje naar historische voorbeelden van een andere basis dan God of het volk voor bestuurlijke macht zou ik interessant vinden. Bestaat dat? Niet dat ik weet, ja, je kunt die in andere organisatieprincipes. Bijvoorbeeld in die Franse Revolutie was natuurlijk het oorspronkelijke uitgangspunt. Zij het ook toch weer in allerlei opzichten beperkt, maar toch het idee was dat iedereen zou mogen stemmen. Daar is ook al tijdens de Franse Revolutie een radicale eind aan gemaakt. En al heel snel mochten alleen mensen stemmen die een flink vermogen hadden of een eigen huis of nou ja. Er werden allerlei vermogenstechnische eisen gesteld aan of je wel of niet mocht kiezen. Kijk, als Thorbecke ons politieke systeem ingrijpend hervormd heeft, dan zijn er vervolgens verkiezingen waar maar 3% en dan nog alleen mannen aan mochten deelnemen. Mm. En dan wordt heel langzaam, stap voor stap, na 1848, wordt het kiesrecht uitgebreid tot we uiteindelijk pas in 1921 algemeen kiesrecht hadden, inclusief vrouwen. In Frankrijk, in het Frankrijk van de revolutie, hebben de vrouwen pas kiesrecht gekregen in 1944. Beste Maarten, naar aanleiding van het fragment over de relatie tussen de overstromingen in Limburg en klimaatverandering, de volgende vraag. Hoe ziet u de kans van mens en maatschappij ten aanzien van het wereldwijde klimaatprobleem? Is dit een probleem waarop de mensheid een passende oplossing heeft of is er reden tot zorg? Dat laatste is wel een interessante. Ja, er is een reden tot zorg, dat kun je rustig stellen. Heeft de mens een passend antwoord? Ja, dat is er ook wel. We zijn rijk, niet overal, maar over de hele planeet gezien toch een stuk rijker geworden. We hebben een complexe technologie die er heel veel aan kan doen in principe.
En tussen, laten we zeggen, de versnelde oplossing van die problemen naar oplossing, zal nooit helemaal opgelost worden, maar de amendering van die problemen, zit natuurlijk twee dingen. En dat zijn emoties en de politiek, zoals gewoonlijk. En de politiek is redeloos in allerlei opzichten. En dan valt het natuurlijk in een land als Nederland of West-Europa valt het nogal mee. Maar denk aan de Verenigde Staten, waar een van de beide partijen de aanwezigheid van een klimaatprobleem gewoon totaal 100% ontkent. Met alle gevolgen van dien. Ik weet niet wat die denken over die branden daar op Hawaii, maar ja. Dus ja, dat nogmaals, ik ben op zichzelf over de middelen die ons ten dienste staan betrekkelijk optimistisch gestemd. En ben ik over de politiek en de besluitvormingsprocessen ben ik pessimistisch gestemd. En gedrag van mensen. Nou ja, dat is verdisconteerd in de politiek, die natuurlijk weinig rationeel functioneert. Zou Maarten een keer een Nederland heb je ook opeens massas mensen die het allemaal onzin vinden. Hoeft helemaal niet. Maarten, zou je een keer een podcast willen maken over Willem Oltmans? Willem Oltmans, ja. Daar hebben we het eerder kort over gehad. Ja. Iemand die is geënthousiasmeerd geraakt en zegt, ik zit nu op YouTube alle interviews van Theo van Gogh met hem te kijken. Over andere, de Club van Rome, de moord op Kennedy, zijn rechtszaak tegen de overheid van 46 jaar met uiteindelijk een schadevergoeding van netto 8 miljoen. Ja, zo is het. Ja, heeft hij nog een penthouse voor gekocht met een prachtige vleugel erin voor zijn vriend en vrij kort daarna is hij overleden. Maar moet hem veel genoegen hebben gedaan dat hij de zaak uiteindelijk gewonnen heeft. En we hadden een kinderachtigheden. Terecht is de overheid veroordeeld in deze zaak. Ja, het probleem was natuurlijk een beetje dat Willem Oltmans in allerlei opzichten zo gek als een deur was. Maar dat ik hem wel sympathiek vond. Dat heb je verteld. Ja. Je wilde hem ook een keer aan je vrouw voorstellen. Ja, precies. Ik deed toen mee aan een programma waar hij ook regelmatig aan deelnam. En nou ja, ik vond dat hij wel wat had. Dus had ik tegen mijn vrouw gezegd van we moeten hem een keer te eten vragen. Ja, mijn vrouw had al gewoon twijfels, geloof ik. Maar goed, en toen ging hij dood. Dus toen was het niet meer aan de orde. Maar is er genoeg gesprekstof om een hele podcast over hem te maken? Nee, dat denk ik niet. Ik wil best nog eens wat iets over hem vertellen. Wat zijn achtergronden waren. En natuurlijk waardoor hij voortdurend het bloed onder de nagels van al die buitenlandse autoriteiten in Nederland treiterde. Dat kan ik me wel voorstellen. En dat hij natuurlijk goed bevriend raakte met Sukarno, ja, dat lag in Nederland wel een beetje gevoelig. Maar was in allerlei opzichten eigenlijk heel verstandig en leuk dat hij daarin geslaagd is. Dat bereikte je meer dan met die eigenwijze politiek die wij voerden ten aanzien van Nieuw-Renea. Beste Maarten, op Buienradar kun je wel motregen zien. Ja, dat is waar. Dat is motregenradar. Maar die is zo vaag. Ik hou toch vol dat er situaties zijn geweest wanneer het Buienradar zei alles all clear en dan was het toch neerslag. Verder overigens laat ik even direct opmerken dat Buienradar natuurlijk een zegen eerste klasse is. Ja, je kijkt even op dat dingetje en als je ziet dat er zware neerslag is, dan ga je niet wandelen natuurlijk. Maarten, er is een boek verschenen waar de barbarijse slavenhandel wordt beschreven. Ik schrok daar best wel van. 1,2 miljoen Europeanen die tussen 1600 en 1800 tot slaaf werden gemaakt en vaak een ellendige dood vonden. Hoe kan het, terwijl wij Katie Cotty moeten vieren in Nederland, en excuses aanbieden, terwijl de barbarijse slavenhandel wordt verzwegen? Kun jij daar wat over vertellen? Zegt Marja Langeveld. Ja, ik ben bang dat de nakomelingen van de barbarijse zeerovers weinig geneigd zullen zijn om een excuses aan te bieden. Dat zit er niet zo in als ik het zo bekijk. Ja, je weet, we hoeven die zaak niet weer eens een keer open te krabben, maar het hele gedoe met die excuses is een ongelukkige wending. Ja, politiek correct allemaal wel te begrijpen, maar we moeten dat gewoon niet doen. Je blijft excuses aanbieden. Maar hier is het dus eigenlijk omgekeerd, dat Europeanen in... Ja, neem nou de Chinezen, die zijn nog steeds pissnijdig over de behandeling die ze hebben ondergaan van de grote Europese mogendheden in de 19e eeuw. En daar hebben ze groot gelijk in ook. Maar ja, het heeft het voor zin. Het hele leven, de hele geschiedenis is vol met onrechtvaardigheden op elk denkbaar niveau tussen alle denkbare partijen.
Het is een beetje nutteloos om een heel specifiek dan wel je excuses aan te gaan bieden, maar in brede. Er bestaat nog steeds slavernij in de wereld. Misschien niet onder die specifieke naam, maar de omstandigheden zijn er naar. Daar doen we dus niks aan. Hè? Heb ik al eens eerder op gewezen, en er toch iets wil doen. Als je toch bewust bent van het probleem, pak het dan nu aan. Hè? Laat dan nu zien wat er fout is. Pak die landen aan. Hè? Met name die klote Arabieren. Maarten, diverse. Saoedi's, sorry. Je moet niet al te gaan generaliserend zijn. Maarten, diverse malen heeft u uiteengezet dat een boot geen levensgeluk biedt. Via deze weg zou ik u willen uitnodigen voor een tocht op mijn kajuitboot. Ik zal u laten kennismaken met de Biesbos. Midden in de Biesbos zal ik u verteren op een lunch. Wellicht kan Tom mee om een podcast op te nemen op het water. Martijn Weug. En dan stuurt u ook een plaatje mee van zijn boot. Ja, het zit er, ja. Het is een soort van, ik vind het wel erg klein, moet ik zeggen, hoor. Ja, maar ik weet niet, misschien zit er een leuk kajuitje op. Het is niet een, ik begrijp dat best. Hij is een botenliefhebber, hij houdt van zeilen, het is een zeilboot. Dus ik heb er alle begrip voor. Alleen mijn ervaringen zijn op dit punt nogal negatief. En bovendien, ja, joh. Stel voor dat we nou zouden zeggen, oh wat leuk, een podcast. En dan moeten we daar helemaal naar die Biesbos toe. En dan moeten we met allerlei hijsa, moeten we aan boord van het schip zien te komen. En dan struikel ik en dan val ik in het water. En het apparaatje van jou, dat valt ook in het water met verschrikkelijke gevolgen. Dus dank voor het aanbod, vind het ontzettend sympathiek. Bij een begrijp best dat u geniet van uw boot, daar heb ik alle begrip voor. Maar wij blijven toch maar hier voor de deur staan. En, ik zei net, ik kijk nooit films. Ik heb toevallig afgelopen weekend wel zo'n film zitten kijken over twee zusjes die dan bootvluchteling waren. En die kwamen volgens mij via Lesbos Europa binnen, gingen naar Berlijn toe. De familie is later ook gekomen. Je ziet nu weer heel veel beelden, ook volgens mij nu zelfs bij Calais in de buurt, van vluchtelingen die naar het Verenigd Koninkrijk willen. En nu was er weer een boot omgeslagen. Ja, verschillende doden. Het zijn toch wel verschrikkelijke omstandigheden. Dat zijn het, ja. Zolang wij geen serieus beleid voeren, niet tot bepaalde besluiten komen of zelfs maar een begin maken van een dergelijk beleid. Ik denk ook dat die aanpak dan via Tunesië, dat uiteindelijk toch een weinig gelukkig soort van oplossing is. Idem dito, die Turkije-deal natuurlijk. Ja, Europa kan niet tot een gezamenlijk beleid voeren. Maar je ziet ook dat als je uit Europa stapt, zoals Engeland, hè, een van de hoofdredenen van de Brexit was natuurlijk het stoppen van de immigratie. Immigranten werden ook in Engeland vaak uitgescholden van ga terug naar je eigen land, klootzak en dat soort van dingen. En nou ja, Engeland is eruit gestapt. En nou ja, dat heeft A ertoe geleid dat er niemand meer is om de aardbeien te plukken. Dat is misschien ook wel leuk om dat even toch aan te stippen. En B blijkt natuurlijk dat je naar Engeland wel heel vrij eenvoudig met een boot kunt varen. Ik heb ooit in Dover naar de overkant gekeken. Nou, ik wil niet zeggen dat ik te moeiteloos zou kunnen zwemmen, maar ver is het in ieder geval niet. Er zijn nu doden gevallen. Ja, waarschijnlijk stom, een verkeerd bootje. Dat is allemaal een beetje krakkemikkig, maar in principe, als je dan maar een goede boot hebt en je neemt niet voor een boot met 40 mensen, 400 mensen mee, dan kun je zo naar de overkant varen. Want de boten zijn vaak te vol. Denk aan die Engelandvaarders van ons. Het is niet ver weg, Engeland. Op een zonnige dag. Met een geen al te veel golfslag vaar je zo naar Engeland toe. Ja, maar is er iets aan het te doen? Het gaat om tienduizenden mensen, begreep ik. Die zijn allemaal ondergebracht in hotels in Engeland. Ze weten helemaal niet wat ze ermee aan moeten. Ja, waarschijnlijk worden ze teruggestuurd. Ja, je weet dat dan juist het terugsturen een hot item is. De kwestie is dat met name veilige landers, dat de veilige landen niet bereid zijn om die lui terug te nemen. Die hebben meestal hun papieren weggegooid. Want dat hoort schijnt erbij bij die immigratieproblematiek. En ze willen ze niet terug hebben, dus wat doe je er dan mee? Maar zie jij een oplossing? Wat kunnen we eraan doen? Nee, ik zie op zichzelf geen oplossing. Aanvaarding dat het probleem bestaat en proberen om het probleem zo fatsoenlijk mogelijk in te bedden, in te kaderen, om het maar even zo te noemen.
Maar je vindt het wel goed dat... Kijk, zolang de omstandigheden bestaan waar die emigratie uiteindelijk uit voortkomt, zal, en die omstandigheden zullen voorlopig blijven bestaan, zal die immigratiebeweging ook niet afgestopt worden. Ja. En die mensen komen hier niet omdat ze het hier zo... Ja, ook wel omdat ze het hier fijn, hopen fijn te vinden. Maar natuurlijk voornamelijk omdat dat in de landen waar ze vandaan komen weinig perspectief is. Of je permanent bedreigd wordt met de dood. Ja, er zijn er verschillende fases. Hè? Dus dat ze inderdaad weggaan en dan willen ze weg. En dan heb je natuurlijk die smokkelaars die er natuurlijk ook misbruik van maken. Want die vragen... Jazeker, het is dus ook een interessant verdienmodel. En het gaat dan niet veilig, want dan zitten ze in lekke bootjes of in vrachtwagens waar de... Ja, maar goed, stel je voor, je woont in een of andere West-Afrikaans land. Daar is sprake van een sterke, snelle bevolkingsgroei nog steeds. Die demografische transitie heeft dat daar nog niet voor gedaan. Dus ja, je bent een jonge man en het is zo klaar als een klontje dat je geen emplooi hebt. Dat je een volstrekt toekomstloos leven tegemoet gaat. Ja, zou je dan ook niet denken, je kijkt voortdurend naar de televisie, want die hebben ze daar ook. En je ziet dat de landen zijn waar je ontzettend welvarende, gelukkige, fijne indruk maken. Omdat wij natuurlijk op de televisie altijd glimlachen. Eigenlijk zouden ze wat meer naar de Nederlandse tv moeten kijken. Naar jou vooral. Nee, voor die bozigheid. Hè, ja. Dat ze merken dat hier iedereen altijd boos is. Boos. Hè? Ja. Boos, zijn we boos. Maar wat jou betreft, die mensen moeten wel geholpen worden als ze in die bootjes omslaan. Ja, dat vind ik, ja. Ja, zoals gezegd. We hebben die getalsmatige opsomming gedaan. Er zijn dus uiteindelijk in Nederland enkele tienduizenden asielzoekers. Daadwerkelijke asielzoekers. Nou, dan heb je die veilige landers, waarvan dus volgens de berekeningen slechts 2% zich misdraagt. En het beste zou zijn om al die veilige landen een stuk terug te sturen. Dat is Marokko en dat soort van landen. Maar ja, die willen ze niet hebben. Ik weet ook niet precies wat je eraan moet doen. Je kunt ze moeilijk uit het vliegtuig gooien, zoals in Argentinië. Ja, we hebben nou eenmaal afgesproken dat we ons toch proberen fatsoenlijk te gedragen. En nou ja, ik zou zeggen dat een groot deel van onze immigratiepolitiek al volstrekt onfatsoenlijk is. Maar goed, dat heb je ook. Je zult zien, dan krijg je weer een heleboel opmerkingen dat ik er allemaal niks van begrijp. En moet dat dan maar zo? En welke kant moet dat op? Nou ja, misschien moet ik erop wijzen dat autochtone Nederlanders, als er geen immigratie was, niet waar dat er een vrij snelle bevolkingskrimp zou voordoen. Ja, dan krijg je die opmerkingen van, nou, als Van Rossum het over de geschiedenis heeft, dan vind ik hem interessant. Laat hem daar maar zich bij houden en niet over allemaal andere dingen mee gaan zitten praten. Ja, terwijl ik wil best nog een geschiedenis van de emigratie, wil ik ook best doen. De hele Nederlandse Republiek zou zonder emigratie helemaal niet een gouden eeuw hebben gekend. Dat dreef op een zeer omvangrijke emigratie. Eerst van Vlamingen natuurlijk, vanwege Antwerpen. En vervolgens natuurlijk een enorme influx van arbeidskrachten in die dynamische economie van de Republiek. Ja, u gelooft het ongetwijfeld niet, maar het is toch zo. Wij zijn in allerlei opzichten een product van emigratie. Hoeveel mensen zijn er nog niet die ooit... laten we zeggen, als huurgenoten binnen zijn gekomen. Wat hebben we? Nog in de 19e eeuw was er een omvangrijke arbeidsmigratie uit Duitsland naar Nederland. Dat duurde tot Duitsland zelf zich industrieel gaat ontwikkelen. Immigratie is een probleem van alle tijden en alle plaatsen. Ja. Zolang er grote welvaartsverschillen bestaan tussen de ene plek en de andere. Er was nu in Frankrijk spraken ze dat ze... Dat die migranten dus op het strand tussen de badgasten de zee in gaan. Nou, daar kan de politie niets tegen doen, want het lijkt op mensen die willen zwemmen. En dan komt die boot voor van die smokkelaars en dan springen ze daarin. En dan gaan ze... Dus het zijn ook nog wel eens halsbrekende toeren die uitgehaald worden. Ja. Goed, nou, dat waren de belangrijkste vragen. Misschien nog eentje. Zou je een keer tijd willen besteden aan jouw ideale invulling van het basis- en middelbare onderwijs? Het Nederlandse onderwijs kampt met een groot lerarentekort. En misschien komt het door de huidige invulling van het onderwijs. Mocht je het huidige systeem willen behouden... Hoe zou het lerarentekort structureel kunnen worden opgelost? Dankjewel. Ik luister met plezier naar je podcast, Roos, docent Engels. Goedemorgen. Ja, het curriculumprobleem, dat is een van de grootste problemen die er is. Omdat we altijd doen
alsof het bestaande curriculum volstrekt vanzelfsprekend is. Terwijl als je daar natuurlijk even over na gaat denken, is het helemaal niet vanzelfsprekend. Ik heb zelf wel eens gedacht dat je op school eigenlijk de dingen waar je echt iets aan hebt, die leer je helemaal niet. Nee. Namelijk vlot typen. Hè? En één taal echt goed onder de knie te zien te krijgen. En het liefst Engels natuurlijk. Want dat natuurlijk toch een beetje lingua franca is geworden in de wereld. Ja, en dan door met, hoeveel moet je van die natuurkunde weten? Hè? Hoeveel moet je van die scheikunde weten? Ik vond het allemaal wel leuke vakken, maar... En verzorging, heb je dat vak ook gehad? Ik vast helemaal niet leuk hebben gevonden. Ja, maar dat bestond in mijn tijd allemaal niet. Ik heb nog op de middelbare school gekregen het vak verzorging. Mijn zoon bakte taarten op school. En dan vroeg ik van, heb je wel vandaag gedaan? Ja, ik heb een appeltaart gebakken. Dacht ik altijd, nou, zou je dan niet beter met een vierkantsvergelijking hebben kunnen maken? Aan de andere kant zou hij dan hebben kunnen zeggen, wat heb je precies aan vierkantsvergelijkingen? Nu we in Nederland weer dat hele gezeik hebben over die zoon van Joe Biden. Hey, Hunter Biden, dat je denkt, God alle macht er nog aan toe. De teletext hoeft toch niet te openen met de zoon van de president. Als die president nou in een beerput was gevallen, allee. Maar dit is toch ook, laten de Amerikanen zich daar zelf druk over maken. Maar dan hoeven wij ons toch niet druk over te maken. Want wat was daarmee dan, met die zoon? Nou ja, die heeft nu een special prosecutor gekregen. Omdat hij had een deal met het OM, maar die is niet doorgegaan. En nou ja, hoe het ook zij. Er komt nu een special prosecutor die al zijn overtredingen en wat hij al niet gedaan heeft gaat onderzoeken. Maar nogmaals, het interesseert me reet, gaan we er ook niet in verdiepen. Het is allemaal onzin. Kijk, ik heb ooit gezegd dat Maxima leek mij een prima vrouw voor onze vorstin. En dat of haar vader deugt, ja of nee, dat is toch flauwekul. Ik zit hier toch ook niet omdat mijn vader wel of niet gedeugd heeft. Nee, je moet mensen hun ouders en ouders hun kinderen niet kwalijk nemen. Dus Bontebal, wiens afstam, waar die van afstamt, dat die tegen... Bovendien sprakte ging dat over de 17e eeuw. Dat verdient hij nou al helemaal niet. Dat die Bontebal daar aan opgeknoopt wordt. Nee. Ik vind dat gezeik over kinderen... Ja, echt heel vervelend. En zeker vind ik dat het teletext er niet mee moet openen. Kortom, laten we ons gewoon expres en dan een beetje om de boel te betreiteren, laten we ons eens in Duitsland gaan verdiepen. Duitsland altijd goed, altijd leuk. Ja, precies. Het is toch belachelijk hoe weinig aandacht wij aan Duitsland besteden. En de Brauhaus is zo. De Brauhaus is top. Lekker eten daar. Ja. Terwijl aan Amerika dus voortdurend te veel aandacht krijgt. Of het nu Taylor Swift is of Hunter Biden, het kan me niet schelen. Donder eens op met die Amerikaanse dingetjes. Maar het is wel zo dat Trump-aanhangers zeggen, ja, maar jij censureert Maarten, doordat je het niet over Hunter Biden wil hebben. Nou, als ik het dan toch over Hunter Biden, dan wil ik ook nog wel een boekje open doen over die ongelofelijke eikels, die zonen van Trump. Dat is nog, dat is zijn gezellige lui, hè. Sowieso dat Trump gewoon dat hele oplichtersbedrijf van hem gewoon doorgerund heeft terwijl hij president was. Nee, kom op. Dat is allemaal zo eenzijdig als de pest. Mensen zeggen eigenlijk van ja, Trump is geen heilig boontje, maar Biden absoluut ook niet. Nou, daar zit veel in. Maar nogmaals, je kunt Joe Biden moeilijk het wangedrag van zijn zoon verheffen. Dat mijn zoon morgen iets verschrikkelijks doet. Is dat dan mijn schuld of zo? Ik wil zeggen, dat komt door die linkse van Rossum. Door die communist. Door die opvoeding. Ja, precies. Dat heb je al met al die socialisten. Hè? Moet je kijken. Nou. Hey, je gaat lekker op vakantie nu? Ja, ik ga maandag ga ik naar Texel. Je begrijpt dat ik zelf enorm... Het was op zichzelf wel interessant. Dat de kwaliteitskrant had vandaag en het zaterdag, ik heb het stuk nog niet gelezen, in de zaterdagkrant, die is altijd wat dikker, hadden van de gewone vakantie komt nooit meer terug. Of in ieder geval vakantie gaat fundamenteel veranderen. Dat was gebaseerd op een van die reisorganisaties, die hadden dat gezegd. Ja, vond het ontzettend amusant natuurlijk, omdat ik mijn hele godganse leven nou al eigenlijk in Nederland met vakantie ga naar Texel eerst. Naar iets anders, een vakantiehuisje van mijn grootouders, maar nu sinds de jaren 50 naar Texel. En dat is al een ideaal vakantie. Ze spreken Nederlands, je kunt er pannenkoeken eten, je kunt er heerlijk wandelen. Het is, en,
Maar ja, dat komt ervan als je naar weet ik het wil, Nepal, Slovenië, weet ik waar ze allemaal Dit ging alleen nog maar over Zuid-Europa. Ze zeiden dat we nu vaker in het voor- en het najaar naar Zuid-Europa gaan, als daar eigenlijk lente is en najaar. En in de zomer, als het dus echt extreem warm is, gaan we bijvoorbeeld naar Texel of naar... Ja, daar hebben ze natuurlijk groot gelijk. En kijk, het ontdekken van de Riviera, de Côte d'Azur, wie hebben dat ontdekt? De Engelse adel. Die gingen in de winter. Die gingen in de winter naar de Côte d'Azur natuurlijk. Dat ligt voor de hand. Ga je in de zomer naar de Côte d'Azur, dan kun je niet eens behoorlijk wandelen. We hebben het er vaak over gehad. Laat staan, dat was toen. Ja, mijn zoon en de kleinkinderen zijn een tijdje naar de Provence geweest. Op zichzelf buitengewoon aardig, leuk appartement, niks mis mee. Maar ja, ik kon daar niet wandelen. Ik sta natuurlijk pas om 11 uur op. Dus ja, voordat je aan de wandel raakt is het 1 uur. En dan was het 36 graden buiten. Ja, man. Je doet een heel klein wandelingetje. Dan denk je, ik geloof dat ik maar weer eens terug naar huis ga. Ja. Je staat op vakantie ook gewoon om 11 uur op. Ja, natuurlijk. Waarom zou ik dat nou gaan veranderen? Het is niet zo dat je dan uitslaapt. Dus dat je dan pas om 1 uur wakker wordt of zo. Nee, ik ga niet uitslapen. Nee, ik hou me precies. Ik ben heel punctueel. Ik hou me. Ik sta elke dag maar precies om 10:30 op. Ja, maar dit betekent wel dat het dus drukker gaat worden als dit ook realiteit wordt op Texel. Ja. Ja, maar nou moet ik zeggen, ja, ik ga dat eigenlijk, ik zou het niet moeten verklappen, maar... Dat heb je al een keer gedaan. Ja, ik ga vaak naar het oostelijke deel van Texel. Je kunt ook aan de Wadden, ik vind altijd het licht boven de Waddenzee eigenlijk in sommige opzichten mooier dan het licht boven de Noordzee. Nou, ik zou zeggen, gaat u vooral in eigen land met vakantie, dan heeft u een heleboel. Nou ja, misschien dan niet in Limburg, dat is wel waar, maar ja, moeten we niet eens een hele uitzending besteden aan de vakantiemythologie. Het idee dat je vakantie nodig hebt en de wijze waarop die vakantie moet worden besteed. Ja. En dat dat ook weer statusgebonden is, dat je, nou ja, je kunt verwijzen naar die mensen die dan met de Opel Kadett... begin jaren 60 voor het eerst naar Italië ging en die dan hun plakplaatje van de Groot Klokner op de achteruit hadden. Hij had er bij mensen bij die na 4 jaar 4 plaatjes van de Groot Klokner op de achteruit hadden. Bij wintersport heb je dat ook als je door de Gotthardtunnel moet of zo, dan heb je zo'n stickertje. Ah, kijk aan. Ja, ik heb het altijd, ik ben wel eens natuurlijk onder dwang van mijn familieleden, ben ik dan wel eens naar Zuid-Frankrijk geweest en zo, maar toen. Nee, ik, voor zover ik naar het buitenland ga, is dat meestal een goede reden om dat te doen. En niet specifiek vakantie. Ik ga nu wel naar Amerika. Je kunt zeggen, is dat vakantie? Ja, tot op zekere hoogte. Maar in feite gaat het erom dat ik daar mijn oudere familieleden ga bezoeken. En die willen we nog wel een keer zien. Voor hen is het lastiger om naar Europa te komen dan het voor ons is om naar Amerika te komen. Hoewel ik natuurlijk ook een oude knar ben, maar goed, ik ga met mijn zoon en dochter. En het gaat in september gebeuren, hè? Oktober. In oktober wordt dat. Kijk. Oktober. Nee, september ga ik naar Oost-Duitsland. Kijk, drukke agenda. Ja. Kijk, dat is mooi. Nee, dus en nog een paar dagen naar Londen. Voor de dino's. Kijk, dus we hebben de... Maar dat is voor de dino's. Ja, dus dat is met de treinboom die naar wachten. Oh, wat goed. En dat rijdt allemaal. Moet je vooral in Nederland is de vraag of de Eurostar nog rijdt. Hè? Dat was toch dat idiote drama dat ze de hele Eurostar tijdelijk wou opdoeken. Ja. Omdat ze op Amsterdam een verbouwingje niet klaar konden krijgen. God allemachtig nog aan toe zeg. Nederland, niet waar. Dorpelingen, tot in het diepst van hun vezels. We hadden nu deze week toch weer de NS die nog steeds verlies maken. Omdat nog steeds... minder mensen na corona gebruik maken van de trein. Ja, als je natuurlijk gewend bent geraakt aan een auto. Die staan allemaal op de weg, dat is wat jij hebt gegeven. Ik heb het al eerder uitgelegd. Ja, er zijn wel files, heel vervelend. Je weet wat een enorme hekel ik aan files heb. Maar het feit is natuurlijk dat elke reis in Nederland per auto de helft van de tijd kost die het OV kost. Ja. Behalve natuurlijk Amsterdam. Maar laten we daarmee besluiten, gaat u vooral niet... vrijwillig naar Amsterdam. Als je daar iets moet, dan is het tot op zekere hoogte te doen, maar
plan uw reis. Zorg dat u op een stille dag gaat met een goed taxibedrijf. Want anders bent u net als ik, de sigaren, moet u bij 41 graden natuurlijk nog flink doorlopen om op tijd bij uw lezing te zijn. Nu ga ik even kijken naar die envelop. Oh ja, wat hij daarin heeft zitten, ja. Ja. En we gaan dus volgende week gaan we jou bellen via de telefoon. Of via de... Ja, we gaan dan wel eerst even wat per e-mail. Zullen we dat even afspreken, ja, ja, wat de juiste plek en zo is. Ja, ja. Dat is moet goed. Een stil plekje organiseren natuurlijk. Ja, dat is goed. Maar we doen het gewoon net als vorige keer. Oké. Okay. Ja, dat ging prima. Dat ging prima. Oké. Okay. En dan mag ik in principe voorstellen, ik weet niet of ik er toe kom en zo, maar dat zien we wel, om het Duitsland na de oorlog te doen. Misschien in twee afleveringen. Ja, ja, vind ik heel leuk. Heel leuk. Want dat is ook door luisteraars voorgesteld. We hebben Duitsland tijdens de oorlog al vaak gedaan en voor de oorlog, dus nu Duitsland na de oorlog. Ja. We gaan gewoon veel meer aan Duitsland doen. Zeker evenveel aan Duitsland doen als in de Nederlandse media aan de Verenigde Staten worden besteed. Kijk, heel goed. Nou, in ieder geval fijne vakantie. Ja, maar nu jouw vakantie nog. Hè? Ja.